Het ministerie van Financiën en Planning is voorstander van girale transacties in plaats van kastransacties. Het betalingsverkeer van Suriname kan stukken beter, zegt minister Armand Achaibersing. De vorige week zijn er 100 bankrekeningen geopend voor personen die in aanmerking komen voor de COVID-steun. Er moet echter nog veel gebeuren om te komen waar we willen, zegt de bewindsman. Maar dat heeft niet alleen te maken met de banken, het heeft ook te maken met de supermarkets, de winkels die over pasapparaten moeten beschikken, waarbij mensen inderdaad kunnen pinnen en hun betalingen kunnen doen. Maar die ontwikkelingen zijn goed, komen op gang. We zijn er nog niet, maar ik hoop dat we binnen afzienbare tijd heel Suriname in staat is om te pinnen of via een wallet, want dat is nu tegenwoordig ook de nieuwe ontwikkeling. Iedereen beschikt over een smartphone, dat je via een wallet je betalingen, je transacties ook kan doen. En daarmee proberen we dus ook de veiligheid op te voeren, want rondlopen met geld kan onveilig zijn. Terwijl als je je pasje hebt en je raakt je pasje kwijt, dan kan je hem ook direct blokkeren en een nieuwe aanvragen. Dus het heeft allemaal zijn voordelen en we gaan er stap voor stap gaan we er komen. De bewindsman is er een voorstander van dat iedereen over een bankrekening beschikt om financiële zaken makkelijker af te handelen. Ik ben inderdaad een groot voorstander van het feit dat mensen over een bankrekening moeten kunnen beschikken en hun zaken met hun pinpasje kunnen doen in de supermarkt of overal waar ze naartoe gaan en met weinig geld hoeven rond te lopen. In principe geen geld, want je pasje is je geld. Wij hebben met de banken overleg gepleegd en de banken hebben met ons meegewerkt. En we zijn nu zover dat we dus de mensen die COVID-steun krijgen en geen bankrekening hebben, dat we een bankrekening voor ze kunnen openen in samenwerking met de banken. Daar ben ik heel erg blij om. En we gaan de goede kant op. Er is nog werk te verzetten. Maar ik ben blij met deze eerste grote stap. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Hij hoopt dat alle Surinamers binnenkort over een eigen bankrekening beschikken. Dat is veel veiliger dan met cashgeld rond te lopen.